Het komend half uur vliegen de innovaties je om de oren. Dit is Booming Brabant. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Bootje varen en toch niet zeeziek worden. Dankzij een vondst van DMS nooit meer misselijk aan boord. Je zal er maar last van hebben. Ben je lekker een stukje aan het varen, word je zeeziek van al dat geschommel van de boot. Einde waterpret. Maar dankzij het bossenbedrijf DMS is dat verleden tijd. Want DMS bedacht een stabilisator waardoor boten minder schommelen. Kom maar op dus met die windkracht 8. Zeeziekte is echt een van de ergste dingen die je kunt overkomen aan boord van een schip. Nou, het sloopt je, om het zo te zeggen, als je echt zeeziek bent. Dus dat is niet best voor de veiligheid ook aan boord van schepen. Ja, dat is exact de reden dat wij dus het bedrijf DMS Holland hebben opgestart en het ontwikkelen van stabilisatoren. Die stabilisatoren zorgen ervoor dat je dus niet rolt met je schip. Want dat is de vervelendste beweging aan boord van een schip. Dan aan het einde, dan aan de steiger bij Molenshipyards aanleggen. We staan 3 jaar als bedrijf nu en we hebben in die 3 jaar tijd 2 systemen ontwikkeld, de Antirol en de Magnus Master. Nou, dit is dus het gepatenteerde Antirol stabilisatiesysteem. Gepatenteerd omdat het dubbelassig is en dat zien we hier. Dus die vinnen die draaien op het moment dat het schip vaart en op het moment dat het schip stil ligt, dan maakt hij deze beweging. He, want dan gaat er geen water overheen en dan genereert hij dus de lift en de krachten vanuit deze beweging. Afgekeken van de walvis. En de Magnus Master is op basis van het Magnus effect in de volksmond effect of spin, wat ook voorkomt in sporten. He, bijvoorbeeld bij Johan Cruijff die een mooie curve geeft. Alleen wij passen dat toe met een rotor in het water. Dus op het moment dat ik ze ga gebruiken, nou, dan klappen ze onder het schip uit. Dan gaan ze naar buiten staan. Daar stroomt water overheen. En dan gaat hij dus afhankelijk van zijn draairichting die kracht naar boven en naar beneden genereren. En zo houdt hij het schip continu stabiel. Inmiddels zijn we nu 2 weken verder. Het systeem is geïnstalleerd op de Black Pearl. En we gaan nu het systeem vandaag testen en laten zien hoe het werkt en hoe goed het werkt. We hebben hier namelijk geen golven, dus de boot zal niet gaan slingeren door de zee en door de golven. Maar dan gaan we de boot laten slingeren. We zetten hem daarmee op slingeren en dan aan. En dan zien we ook gelijk in 1 keer stil liggen de boot. We willen in Nederland innoveren. We willen in Nederland produceren en we willen echt de grootste worden en de beste. En dat hoeft dan niet zozeer in aantallen of in omzet, maar wel de beste zijn. Mijn vrouw is erg gevoelig voor zeeziekte. Ja. Als ze een golfje ziet, dan hangt ze al overboord. Ja. En die hebben een beetje aangedrongen van, joh, zou je eens een keer denken aan het stabilisatiesysteem. En zeer tevreden moet ik zeggen. Ja. Ik heb nu hopelijk een gelukkig huwelijk meer. Ja. Ja, Ton, ik zie jou. Kijk, je hebt ook een boot. Ik heb een hele bescheiden zeilboot, dus ik hou van golven, zeg maar. Want dat is een beetje deel van de sport om. Maar heb je mensen die niet met jou mee willen omdat ze niet tegen golven kunnen? Absoluut, ja. Zeker als je IJsselmeer of zo wat gaat zeilen, dan kun je zeer beroerd worden van de golfslag. Zou je het overwegen? Nou, ik zei, voor mijn zeilboot is het niet zo heel erg. Maar als ik een motorboot zou hebben, zou ik misschien wel overwegen. Zou ik hem zeker erin leggen.